Welkom. Ik wil u iets vertellen over inkmoji. Handgeschilderde met inkt en Japanse penseel emoticons. Die ik gemaakt heb op verzoek van een vriendin die kinderpsycholoog is. Zo zijn de originele, met zo'n kwast zijn ze gemaakt. Inmiddels hebben we een selectie gemaakt van 25. Waar we kaarten van hebben gemaakt. En ook waar een poster van is gemaakt. Je kan de inkmoji gebruiken in lessen, in workshops, in settings van sessies, therapie. En ze zijn echt bedoeld om mensen te helpen emoties uit te drukken. Ze zijn zo subtiel eigenlijk en zo gevarieerd, dat je daardoor echt kan zeggen, zo. Het is een opening tot een gesprek. Je kan bijvoorbeeld de mensen vragen om 4 kaarten te selecteren en dan verder te praten.